Dit is het Venlose Nieuws met vandaag. Nog geen verlichting Rijksweg, discussie over oorlogsbom en einde voor café Hout Blerik. Vrijdag valt definitief het doek voor caféfeestzaal Beurskes in Hout Blerik. De horecagelegenheid is beter bekend als de Mammes en een begrip in het dorp en ver daarbuiten. Menig begin en einde is gevierd bij caféfeestzaal de Mammes, zoals de zaak in de volksmond heet. Van bruiloften tot koffietafels. Eind deze week stoppen uitbaters Herm en Gon met de zaak die ze samen al 30 jaar runnen. De leeftijd, gezondheid. En ja, dat hebben we eigenlijk al lang genoeg gedaan, eigenlijk in oorzaken. Zo, Pevel, daar stap je. Hoe de Mammes vanavond komen. Wie moet weten is het vroeger waar mijn moeder heen in huis en mam zijn moeder ook oma dus. Oma Tiewe Holterwestheid. En die, daar kwam het door dat ze naar de twee mammen gingen. En daar was de naam de storm van de Mammes. De sluiting van de Mammes markeerde een einde van meer dan 100 jaar horecageschiedenis op die plek. Herm Beurskes nam de zaak in 1981 over van zijn ouders die het weer overnamen van hun ouders. Dat was toen het oud huis nog, dat was een boerderiecafé. Boerderie met kleine kamer en kamer, wat toen de cafés waren, dat zo. En dat is in de jaren 30 is dat afgebroken en is dat door de familie Tiewe Holte, is dat toen dit huidige pand gebouwd. Ze kunnen een einde eigenlijk aan een traditie van meer dan 100 jaar. Ja, dat is, ja, zeker. Ja. Ja, ja. Nou ja, dat is echt wel jammer, ja. De kastelein heeft goede herinneringen aan zijn 3 decennia als eigenaar van de horecazaak. Vooral aan de vastelovend denkt hij graag terug. Foto's van alle 44 de poerkerprinsen sieren de wand van het café. De optocht van de poerker op zaterdag trok vroeger bezoekers uit heel Venlo. De boetezitting bestond toen nog niet. De laatste jaren, helemaal zozeer. Vanaf dat in Venlo, met die zoepkool die daar toen begon, is dat een hoop een beetje teruggelopen. Als je een truc kijkt op die eigenlijk meer dan 30 jaar dat je er zelf in hebt gezeten, wat zijn dan de mooie momenten? Ja, dat zijn er heel veel. Ja. Wel dat er mooi moet. Morgen is het café nog 1 avond normaal geopend. Vrijdag gaat de deur voor het laatst open en nemen de uitbaters afscheid met een receptie voor iedereen. Dus gewoon een afscheidsavond en dan is gebeurd en samen en alles, alles gratis natuurlijk. Het zal wel aanslaan, denk ik. Ja, ja. En dat was het Venlose Nieuws voor vandaag. Hierna kunt u kijken naar uit. Morgenavond vanaf 5:30 zijn wij alweer. Ik wens u een heel fijne avond. We'll be right back.